Deze maand is een aanleiding voor CDS-communicatie in Suriname. We wensen u een schutte maronde op 10 oktober. Take care, take care, take care, take care. Wat vooral belangrijk is bij de herdenking van deze bijzondere dag, is het erkennen dat de mensen in verzet zijn gegaan tegen de toenmalige orde. En daarbij hebben ze die orde gedwongen om in onderhandeling te gaan. En uiteindelijk is er vrijheid gekomen. En ik denk dat, en we praten over Fimang, we zouden eigenlijk niet eens daarover moeten praten, omdat het een fundamenteel recht is van elk persoon om vrij te kunnen zijn. De globe is van ons allemaal. En als we eerlijk en oprecht met elkaar leven, dan is er eigenlijk space voor iedereen. De toenmalige orde wou niet dat anderen die space zou delen. En ze zijn in verzet gegaan. Heldhaftig in verzet gegaan. En zoals gesteld hebben ze die strijd gewonnen. En dat is de kern voor mij wanneer we praten over deze dag. Dus kijk, het allereerste is te kijken naar wat eigenlijk geen discussiepunt zou moeten zijn. En toch, de woon- en leefgebied van de mensen. Omdat leven begint met wonen. Je moet een plek hebben van waaruit je dan verder opereert. Ik denk dat over het woongebied, dat over het algemeen wij met z'n allen in Suriname erover eens zijn dat de mensen ergens wonen. Waar ze hun huis hebben, waar ze slapen, waar ze kunnen opstaan. En dat wonen is niet uit de lucht komen vallen. We hebben al eerder gesproken over de strijd die is geleverd. Maar dan heb je wat men noemt het leefgebied. En dat is een verdere uitbreiding van waar men woont. Met leefgebied dan denken we aan waar de mensen jagen, waar ze vis vangen, waar ze een kostgrondje hebben. Dus ik denk dat wanneer we praten over het bestendigen van het zijn van de mensen, dat we beginnen met waar ze wonen en leven. En we volgen al die ingewikkelde discussies. Internationaal is het vrij duidelijk dat met name inheemse en tribale volkeren erkend moeten worden. En hun woon- en leefgebieden geregeld moeten worden bij wet. Ik hoop dat de wet erachter aankomt. En ik zeg dat bewust zo, omdat voor de mensen het duidelijk is waar ze wonen en waar ze leven. De wet moet erachteraan komen. Persoonlijk denk ik dat die discussies te lang duren. Maar we hopen van harte dat we eruit komen als Surinamers. Dus laat me alvast het woord richten tot de Fiman Pansu, de Marons waartoe ik mijzelf ook reken. Is dat we respect afdwingen. Door alvast van Wetjawi Srefi. Er zijn nog te veel uitspattingen vanuit de groep. En we bagatelliseren niet de vele goede dingen die we zien, die voortspruiten vanuit de Marons. Maar ik wil vooral de nadruk leggen op die uitspattingen, op de zaken die buiten de norm geschieden. De norm die wij met elkaar hebben vastgesteld in het land. En we roepen de mensen op om terug te gaan naar die arispeki, nangasang ukweki en sa ugrokong. En ube kan dwingi arispeki dat afutrawang. Dat we teruggaan
naar die basics. En die oproep gaat verder naar de rest van die samenleving. Ik denk dat wij ons steeds ervan bewust moeten zijn. Dat elke groep die achterblijft, achterraakt, achter wordt gehouden door systemen, dat we uiteindelijk wel een totale prijs gaan betalen daarvoor. Omdat wanneer mensen bewust worden afgehouden van zaken, van basic needs, de basic dingen die, waarmee ze hun niet kunnen bevredigen, dan gaan ze het zoeken. Goed schikt, en helaas gebeurt het ook soms kwaad schikt. En de boodschap is dus dat we met z'n allen ervoor zorgen dat we kansen creëren, gelijke kansen creëren, level playing field creëren voor ons allemaal in dit land. We hebben andere groepen gezien die een evolutie hebben meegemaakt met succes. We zien dat de inheemse en de Marons ook in weg gaan. Laten ze de ruimte krijgen om dat te doen. En laten ze vooral ook de ruimte nemen die ze krijgen, zodat ze dat kunnen doen. Ik weet taki tangi, taki wijaini sanang, en de Maron muangamo etike den pesi en yalibi makanda, meke uteke a pesi en gaware speki fasi. Meke uteke a pesi, jeko witu, sonde fufu katawang. En mi denki taki, if we tandu dati, dan awawa wo opouse efi guatapu, mbato elwe opouse efi guatapu tawa ore speki wi. En anga dati, meke wa fe gete, a feti di den gawan fu wi feti, en a wini di den wini, en meke uteke a sabia, fu wo komo fawe, bika somisan de fu winyete, anya ten futide da meke uteke au kasi aka kitifu den gawan di defika baka giwi fuka wini gado afesi den sama aini anning fu CDS komunikasi di Suriname we winsi u wang shuti maronde tapu tin oktober teka de